In dat kader, Rob Jetter, die heeft daar ook mee te maken, maar dan misschien net op een wat andere manier. Die wordt namelijk altijd de klimaatkardinaal genoemd en de klimaatdrammer. Is dat een beetje hetzelfde? Ja, dat is ook schelden. Leg eens uit, wat zijn zijn standpunten, daar hoor je niks over. En dan wil ik graag weten waarom je daar dan tegen bent. Ja, je kunt moeilijk tegen beleid zijn. Je kunt twisten over wat het juiste beleid is om de energietransitie door te voeren, die weer gerelateerd is natuurlijk aan de klimaatverandering. En daar kun je over debatteren. Je kunt zeggen, nou, kernreactoren, dat is een mogelijkheid. En er zijn ook mensen die zeggen, dat is niet verstandig, dat zijn hele grote projecten. Het is handiger om, laten we zeggen, zoals met die zonnepanelen, want daar kun je heel makkelijk kleine dingen aan toevoegen. Ja, want als je een plan bent een kernreactor te bouwen, ben je meteen, kost zo'n ding een paar miljard, ben je kwijt over een hele lange periode. Dus het is een weinig flexibele aanpak, maar het zou kunnen zijn dat je technologisch betrekkelijk kleine en efficiënte kernreactoren ontwikkelt. En wie weet is dat een extra in die energietransitie, die natuurlijk een heel complex proces is. Misschien moet je allerlei dingen hebben, namelijk en zonnepanelen en windmolens en misschien kleine efficiënte kernenergiecentrales. Er zijn allerlei mogelijkheden. Mm. Je kunt zelfs zeggen natuurlijk, omdat dat, met name natuurlijk alles wat direct gerelateerd is aan zon en wind, dat is niet altijd even betrouwbaar. Dus je hebt een backup systeem in principe nodig. En je zou kunnen zeggen, laten we daar bijvoorbeeld gasturbines voor gebruiken, want dat is alleen als backup. En we zullen een omvangrijk batterijapparaat moeten opbouwen. Ook, dat is zo klaar als een klontje. Ja. Dat gebeurt ook bij mijn weten. Mm. Want er gebeurt veel meer dan je denkt. Alleen volgen we dat niet. Maar ja, want je weet dat natuurlijk in de talkshows is het allerbelangrijkste vraagstuk is, wat is de kleur sokken van Frans Timmermans? Hè? Nou, dat deugt voor geen meter, die sokken van die Timmermans. Heeft die sokken ook volgens mij gewoon gestolen. Hè? Nou ja. En los van dat klimaatkardinaal gescheld, heeft Jette ook te maken met berichten over zijn homoseksualiteit. Ja, dat is betreurenswaardig. Tientallen per dag over, daarover ja, krijgt hij binnen. Dat is diep betreurenswaardig. Je ziet ook dat die emancipatie op dat punt nog lang en lang niet voltooid is. Dat die scheldpartijen gewoon doorgaan. Nou is natuurlijk Twitter, ook, er zijn ook heel normale mensen op Twitter, maar het is in allerlei opzichten wel een miserabel medium natuurlijk. Omdat het inherent aan de aard van het medium is dat er voortdurend gescholden wordt zonder dat er veel beargumenteerd wordt. Is Jette de juiste man voor D66? Ik vind dat hij het prima gedaan heeft als minister. Ja. Ik zou niet weten wat er mis is met hem. Hij is keurig aan de kant gegaan voor Kaag, hè, toen de opvolging de vorige keer aan de orde was. Nou, Kaag die ook op zichzelf tragisch, niet waar, dat Kaag vertrekt uit Nederland, dat kan ik, heb ik alle begrip van de wereld voor. Nou, ze vertrekt uit de politiek, gaat ze echt weg in Nederland ook? Ik vermoed van wel, ja, ze heeft een carrière opgebouwd in internationale politiek en ik neem aan dat ze ook gezien haar optreden daar wel weer terug kan naar die sector. Ja. Ik weet niet hoe oud ze is overigens, dus dat is een beetje een kwestie. Maar treurig is het wel natuurlijk. Ja. Nou ja, de bedreigingen. De fakkelman, zo gek als een deur, maar zorg dan dat die man niet los rondloopt. Want jij zei toch ook dat hij voortdurend nog overal gesignaleerd werd. Of dat dan met of zonder fakkel is, dat weet ik niet precies. Maar wat mij wel opviel. Een eenzame gek kan ook al een hoop narigheid aanrichten. 32.000 leden heeft D66 en maar een derde heeft die stem uitgebracht op Jetten. Dat is al wel. Dat is heel normaal bij dit soort van geleden. Ja, natuurlijk joh. PvdA heeft ook voortdurend stemmingen. Maar je gaat toch massaal achter je leider staan, dan stem je toch allemaal eventjes. Dus, nee, zo werkt dat niet. 70% heeft niet van zich laten horen. De helft van die mensen had zijn van ik wil wel even stemmen, maar ja, even vergeten. Ik had het druk, was mijn vakantie, gaan ze me doen. Ik vond 30% een heel behoorlijke respons. Oké. Het geeft in ieder geval een reëel beeld. Jette heeft gewerkt bij ProRail. Hij zat ook in de gemeenteraad van Nijmegen en hij was betrokken bij het uit de grondwet schrappen van het door de koning benoemen van bijvoorbeeld de commissaris van de koning en de burgemeester. Ja, dat is niet meer dan normaal zou ik zeggen. Nou deed de koning dat natuurlijk toch al niet, die benoemde op voordracht van. Maar ja, er is nu ook problemen met het feit, de buren.
nu op de fiets. Over die kwestie of we de formatie, die hebben we natuurlijk aan de Kamer gegeven. En daar hebben we nou tot op heden niet zulke erg gunstige ervaringen mee gehad. Dus wie weet moet je dat gewoon weer aan de vorst toekennen. Ja, die wordt natuurlijk gewoon achter de schermen geadviseerd. Dat begrijp je ook wel. Maar het is duidelijk dat de Kamer... Het is de klassieke fout. Onderhandel niet aan het publiek. Dat is niet verstandig. Gaat iedereen op zijn strepen staan. Iedereen kiest voor zijn meest radicale standpunt. Je gaat al heel gauw praten over winnaars en verliezers. Onderhandelen doe je achter gesloten deuren. Ze zeggen wel dat Jette ook behoorlijk wat weerstand bij mensen oproept. Hè? Omdat hij een beetje het slimste jongetje van de klas, zo komt hij over. Wat is er tegen het slimste jongetje van de klas? Vinden mensen irritant schijnbaar. Ja, nou ja, daar heb ik ook een hoop ellendeheid van beleefd. Hij had natuurlijk nog een brilletje, hij heeft nu zijn ogen laten lezen. Ja, mijn man met een bril is sowieso natuurlijk uiterst verdacht. Hè? Hoe is het ook alweer, vrouwen met een bril die maken nooit een kans. Hè? Dat is een Engelse uitdrukking voor. Ik ben nou even vergeten wat de uitdrukking is, maar het is een staande uitdrukking. Een vrouw met een bril, die kan het wel vergeten. Jette wekt de indruk dat hij dat beter weet, zeggen mensen. Ja, waarschijnlijk weet hij het ook beter. En dat irriteert mensen mateloos, omdat de meeste mensen de meeste dingen niet beter weten. Waarom? Hoe komt dat de mensen een hoop dingen niet beter weten? Dat komt omdat ze te lui zijn om zich behoorlijk te informeren. Dat is eigenlijk een groot punt. Er zijn landen, er zijn onderzoeken in alle democratische landen over wat kiezers eigenlijk weten over de democratie, over het gevoerde beleid, voor's en tegens. Het is eigenlijk zonder uitzondering, de onkunde is schokkend, echt schokkend. Het gekke is dat je natuurlijk geneigd bent om te zeggen, nou, dan moeten we dat afschaffen, dan moeten we alleen mensen die er echt verstand van hebben, die laten we beslissen. Dat heb je gezegd, ja. Maar dat leidt natuurlijk tot vormen van verkapte dictatuur, waar ik weer geen voorstander van ben. Dus maar dat de meeste mensen in feite politieke besluiten nemen vanuit de onderbuik en vanuit alle rare sentimenten, dat alle onderzoeken wijzen in die richting. Oké. Okay. Hij wordt ook wel vergeleken nog met Alexander Pechtold, Jette. En dan met name met Kereltje Pechtold. Kun je dat nog herinneren? Ja, Jan Blokker heeft dat verzonnen. Ja, die columnist, ja. Waar sloeg dat op? Ik weet niet. Dat Pechtold iets kordaats heeft. Dat hij zich een beetje beweegt zoals de mussen zich bewegen. Hè? Een beetje schokkerig, zal ik maar zeggen. Zo denk ik, hoor. Ja, Blokker kunnen we het niet meer vragen. Is tot zijn vader en verzameld geraakt. Ik weet, ja, dit zijn alles wat je zegt over Jette. Dat is natuurlijk gewoon een beetje kleinzielige kletspraat. Ja, hij maakt een eigenwijze indruk, zo wat. Nou ja, je weet natuurlijk dat naast de goede ideeën die hij ongetwijfeld heeft, draait het ook om beeldvorming. Tuurlijk is dat zo. Net zoals bij Kaag, die is het natuurlijk ook behoorlijk aangepakt. En het heeft, Kaag maakte een elitaire indruk, wat mij altijd enorm bij mij heel sympathiek overkwam. Hè? Ik vond dat wel lollig. Ja, serieus gestudeerd in het buitenland, spreekt meerdere talen. Hè? Ze ziet er ook een beetje deftig uit, ze praat een beetje deftig. Ik vond dat geweldig. Hè? Vooral omdat ik ook wel een beetje toch, misschien mijn eigen kinderachtigheid, vond het wel lullig, wel aardig dat ze mensen een beetje tegen de haren in werkte. Ja, dus als luisteraars nu zeggen, Maarten Verossum is een Kaagvriend, dan mag dat, maar dan moeten ze dat wel beargumenteren. Ja, dat moeten ze wel beargumenteren, ja zeker. Sterker nog, ik heb op D66 gestemd bij de vorige verkiezingen. Dat heb ik in de tijd, dacht ik, omstandig uitgelegd waarom ik dat gedaan heb. Links van het midden zitten zij, hè? Klopt dat? Ja, ik ben ook links van het midden, maar wel in het midden. Ja. Die uiterste, daar heb je politiek gesproken uiteindelijk niets aan. Ze zijn onvermijdelijk. En enkele maal leveren ze ook wel, laten we zeggen, de energie om iets opnieuw te bekijken of aan te pakken. Maar in principe, ja, het land moet van dag tot dag op een verantwoordelijke en verstandige manier bestuurd worden. En hoe gek genoeg is het daar ook de afgelopen 20 jaar niet altijd van gekomen. Nee. Sjoerdsma, die... kijk. Dat de studenten ze fietsen allemaal weg. Ja. Lawaai maken ten wel. Het zijn net van die halsbandparkieten, hè? Ja.
Die lopen, zijn ook altijd bezig om van die kwettergeluiden zijn het. Ja. Maar goed, ze zijn jong, ze merken nog wel dat het niet altijd meevalt in het leven. Sjoerdsma vertrekt ook bij D66. Geen idee eigenlijk wat hij gaat doen, maar die houdt het ook voor gezien. Ja, zonder dat hij eigenlijk echt vreselijk teleurgesteld was of kritisch. En hij zat er al wel 11 jaar in of zo. Dus dat dan vind ik, nou, als je toch wel weg zeg maar, en dus dat komt, zal ze 12 jaar wel volmaken dan. Nou, dat vind ik redelijk. Ik vind ook dat Kamerleden minimaal 12 jaar in de Kamer moeten zitten. Ja.